Wilbert, welkom voor je getuigenis op een specifiek gebied, heel persoonlijk. There is more, er is meer. Er valt heel veel over te zeggen natuurlijk, maar wat het voor jou persoonlijk betekent dat er meer is bij of in God? Ja, toen je die vraag stelde, toen moest ik denken aan een situatie. Ik was 13, mijn ouders waren net gescheiden en ik was bij mijn vader op bezoek. En ik ging een eindje lopen. En na een half uur tot een uur gelopen te hebben, kwam ik opeens achter van, ik weet helemaal niet de weg terug. En ik probeerde het eerst zelf, maar ik kwam er echt achter, ik ben verdwaald. Wat doe ik nu? Het was een tijd dat je nog niet een mobieltje had. Vervolgens dacht ik van, ik kan altijd bij God terecht. Ik heb altijd mijn hele leven lang geloofd en ik wist dat God er was en dat Hij als een vader voor je is. Dus ik ben toen gaan bidden en daarna gewoon gaan lopen. Mm-hmm. En het rare was, na een poos lopen, opeens stond ik gewoon voor de deur van mijn vaders huis. Ja. En dat voorval, dat heeft wel mijn leven gekenmerkt. In de zin van een besef dat God er altijd is. Ook al, het was niet zo dat God zei, ga links, ga rechts. Maar dat Hij gewoon als een soort stille kracht je leven leidt. Ja. En dat heb ik ook op meerdere momenten gewoon ervaren.